Ik ben Charlotte Tex, ik ben schrijver. Ik schrijf thrillers sinds 1995. Toen verscheen mijn eerste thriller. En eh, daarvoor was ik communicatieconsultant en fusiemanager. Ik ben koopman, gaat over de familie Ventner van Vlissingen, die al meer dan vier eeuwen lang ondernemer is in Nederland, handelaren, koopmannen. In al die eeuwen zijn zij onafhankelijk gebleven, uh, hebben zij een familiebedrijf uitgebouwd door alle. ...ontwikkelingen in het land en in de markten heen. Wat ik heel sterk vind aan de manier waarop zij werken... ...is hun idee van follow the business. En een goed voorbeeld daarvan zie je in de overschakeling... ...van het kolentijdperk naar olie. Zij kwamen erachter dat mensen in het land hun olieleverancier... ...kozen aan de hand van de installateur... ...die de olieinstallatie bij hun in huis bracht. En hun antwoord daarop was om installatiebedrijven te gaan kopen... En in een enorme overnamecampagne hebben ze door het hele land heen installatiebedrijven gekocht. En op die manier de nieuwe olieklanten weer aan het bedrijf gebonden. En nog mooier was dat ze na verloop van tijd al die installatiebedrijven bundelden tot één grote groep technische installatie. Dat werd GTI, het grootste installatiebedrijf in Nederland. Wat ook met succes naar de beurs is gebracht. Wat ik belangrijk vind aan het verhaal van de familie Ventanen van Vlissingen is hun. Oog voor de lange termijn. Zij zijn altijd gericht op de lange termijn, en dan bedoel ik niet de komende vijf jaar. Zij zijn gericht op de volgende generatie. Daar moet het bedrijf goed voor zijn, en de volgende generatie moet het bedrijf weer goed overleven aan de generatie daarna. Zij zijn niet vies van winst aan het eind van het jaar. Daar zijn ze zelfs heel goed in. Maar juist die aandacht voor de langere termijn en het geduld wat daarbij hoort. Die vind ik heel belangrijk en ik denk dat dat ook een boodschap is die in deze tijd onderbelicht is.